Hey, dag Lore. Hi. Ja, ik wou vragen dat het nog oké was voor de cinema. Heb je al een ring? En weet je al omdat je voor de kerk gaat trouwen? Nou, dat gaan we niet doen. Ja, daar ben ik al zeker van. Lacht eens. Het is voor de dominee. Je is precies wel aan het solliciteren voor een nieuwe beste vriendin. Je weet dat ik een kostuum nodig heb voor dat etentje. Ik dacht misschien... Kun jij mij helpen? Ik heb daar niet zoveel verstand van. Hè. Tuurlijk. Echt? Maar ja, dat is keicool. Man in kostuum. Ik had het geweldige idee om daar gewoon met ons vieren te gaan spelen, met Forever. Als er geen geld is, dan doe ik het niet mee, sorry. Om mijn spreekbeurt over Hawaii te doen. En dan zo, dat bandje erbij. Dat is een beetje belachelijk. Ik weet niet, ik vind het wel. Nee? De beat. Hey. Zeg, zondag gaan we nog even repeteren. Hè. Je bent altijd welkom. Hoor, ik heb al 100 keer gezegd, alleen de zon komt gratis op. Ik wil het niet doen, ik wil fitnessen, sorry. Ah, jongen. Ik weet dat het over 2 weken is, maar jij kent die tekst al van buiten. En trouwens, gewoon even repeteren gaat toch? Robin, ik kan er niet 2 weken uit liggen. Dan gaan al mijn spiermassa weg. Welke spiermassa? Mijn spiermassa? Ik ga gewoon naar huis. Hè. Ik ga een beetje trainen aan mijn spiermassa. Ja. Mocht voelen als je wilt. Ja, maar ja, het is goed. Iemand? Ja. Dan gaat zo'n overgetrainde bodybuilder worden. Zo met spierballen van hier tot in Tokio. Super lelijk. Ja. Ik vind dat nu eigenlijk ook niet zo mooi. Hm. Oh, kijk maar, ik ga een keer naar huis. Ze gaan de babykamer nog inrichten, dus... Hm. Stuur foto's, hè. Sowieso. Ja. Jo. Vindt hij dat echt niet mooi van die spierbal? Nee, die gaat daar toch niet over liegen? Ik weet niet, Jamil traint wel voor haar, hè? Nee. Jawel. Biedt je dat? Oh, charme. Oh, maar daar zou ik niet mee mogen lachen, maar kom aan. Maar ja, het is zo. Maar niet tegen haar vertellen, hè? Oh, niet. Oké. Okay. Zeg je, nog plannen vanavond? Wow, niks speciaal. Ik ga dus nog bij Antoinette en Bernadette, dus je kunt mee als je wilt. Ander keertje? Ja, oké. Okay. Maar het is gewoon lang geleden dat we zoiets allemaal met onszelf hebben gedaan. En wij met ons twee. Ze zijn ook altijd met hun eigen ding bezig, die andere twee. Dus ik dacht... Maar ja, we zien elkaar toch morgen al voor dat kostuum? Ja. Laat nog weten wanneer. Is goed. Can say anything you wanna say. Hate me, but I'm gonna love you anyway. If you didn't have a water. Zeg, het is oké voor de vrienden om hier te komen spelen, maar alleen Jamil die hebben we niet kunnen overtuigen. Oh. Hoe komt het? Ja, weet je, hij had een slecht rapport en. Nu moet hij heel veel werken voor school en zo. Dus als hij dan vrije tijd heeft, dan wil hij dat besteden aan dingen die hij echt leuk vindt. En dit was gratis. Ja, ja. Die jonge gasten willen alleen maar spelen voor geld, hè. Ja. Maar we zijn bij toch zijn goede vriendinnen. Ja, ik heb hem dat ook gezegd, maar kijk. Maar als het zo is, hè, dan smijt ik hem van Facebook, hè. Maar is dat niet een beetje heel drastisch? Ja, ja, maar Robin, ik ga hem toch een briefje schrijven. Dat moet jij weten. Voilà. Het is hier Bernadette. Ik vind dat niet schoon van u. Groetjes. Bernadette, je hebt dat nu wel openbaar gezet. Dat is geen privébericht, hè. Dus dat betekent dat iedereen het kan zien. Ja, trek het mij niet aan. En ik ga dat nog een keer een leuk gegeven ook. Voilà. Cool.
Vooral eiwit. Supergezond en kijk over de spieren. Zo vies. 5 euro als je ervan drinkt. Jamil, hou op met je zus om te kopen. Oké, 0 euro als je ervan drinkt. Nee, zo vies. Wat is eigenlijk jij met je eieren en al dat kip eten iedere dag, Jamil? Dat is supergezond. Zeg, wat komt er eerst? De kip of... het ei. Amai. Jij bent een kieker, jij. Waarom? Zeg een keer iets tegen je zo. Ja, ik heb het al opgegeven. Doe toch vierkant zijn hoesting. Is toch gezond? Nu heb ik ook niet veel, hè. Sorry? Zeg, nu heb ik ook niet veel. Ik heb ook andere dingen aan mijn hoofd. Mag dat? Oh. Oei. Ik heb straks met Robin afgesproken om 2:30. Wat ga je doen samen? Normaal, dat is normaal. We gaan gewoon een kostuum kopen. Hij heeft dat nodig voor zijn diner met zijn echte papa. En had gevraagd waar ik mee wou gaan. Oké, maar een etentje in kostuum? Ja, zijn halfbroer had gezegd dat hij in kostuum was. Oké. Hey, schat. Ik heb koffiekoeken gehaald voor u. Oh, zalig. Ik word hier nogal verwend, zeg. Moeten jullie iets zeggen misschien? Nee, alleen helemaal niet. Waarom zeg je dat eigenlijk? Oei, zijn jullie iets aan het bekokstoren of zo? Maar nee. Ja, Lore vertelt juist dat ze een kostuum gaat kopen voor een trouw. Voor een etentje met Robin. Allee ja, voor zijn vader eigenlijk. Oh ja, laat maar. Nog niet goed wakker precies. Ik denk dat ik mijn gsm moet wachten. Wilt jij je verrassing verraden of zo? Nee, helemaal niet. Oh, echt, hè? Ik ga pas op mijn gemak zijn als het allemaal concreter wordt. Als ik weet waar en waar en hoe. Anders moet je gewoon, ja, ik weet niet, een weekendje regelen of zo. Mm-hmm. En dan koop je een ring. En op dat weekend, als je het juiste moment hebt gevonden, dan ga je gewoon op 1 knie zitten en dan stel je de vraag. Ja, oké. Dat is waar, eigenlijk. Misschien toch niet op die knie gaan zitten. Dat is meer iets voor mannen. En dan mag ik niet vragen wat ze met Robin gaat doen, ze. Het was Robin. En wie doe je dan zo glimlach? Gewoon iemand. Dat je vroeger kon komen. Maar dat is geen probleem. Is er iets of zo? Nee, ik vind het gewoon leuk om zo voor het werk nog eens wat rond te hangen samen. Ja, dat is waar. En ik had trouwens een idee. Misschien kunnen we een dier adopteren. Ah, adopteren? Ja, een pinguïn, ons lievelingsdier. Ja. En dan geven we die een naam en dan doen we alsof het die van ons is. Ja, tof idee. Dat zijn dan ook echt keilieve beesten, vind ik. Hè? Maar wel ook wel speciale beesten. Hè? Zo? Ja, die vrouwen maken een nestje met stenen en kiezels die de mannen dan verzamelen. Maar om zoveel mogelijk de grootste en de mooiste kiezels te hebben, versieren de vrouwtjes gewoon superveel mannetjes. Wat? Echt? Ja. Weet je, ik vind deze eigenlijk wel schattig. Ja, eigenlijk wel. Hoe zullen we hem noemen? Amai, thuis moet ik babynamen verzinnen en hier namen voor een pinguïn. Misschien moeten we hem Kevin noemen. Kevin? Ja, het ziet er echt uit als een Kevin. Ziet hem maar zo. Ja, oké. Okay. Kevin de Penguin. Ja. Ik zal er een foto van nemen. Dat weten we. Maar hij is allemaal zo duur. Ik kan dat nooit betalen. Ik wist ook niet dat dat zo duur ging zijn. Maar probeer het toch maar. Het gaat je goed staan. Als ik er niks mee kan doen. Ja, maar doe het gewoon. Voor mij. Allee dan. Chance dat jij er bent, want van die kostuums, ik ken er niks van. Allee, salut. Dag. Oh, een beetje privacy. Sorry hoor. Lukt het wel? Ik denk het. Moet ik komen helpen?
Nee. Hoeft niet. Ja, je bent klaar. Rustig. Sorry, hè. En? Ça va. Tournee. Generaal? Draai om. Ah. Is goed. Finishing touch. Lore? Tommy. Wat doet jij hier? Wat doet jij hier? Kostuum kopen met mijn vriend. Gewoon een vriend van school, bedoel ik. Ah, oké. Veel succes dan. Verdomme, hè. Ik zit wel echt met een probleem op dit moment. Nee, even, heb ik geen zin. Oké, dan kan ik je ook niet helpen, hè. Dag. Voilà. Wat is dat? Als ik zijn naam hoor, dan ben ik altijd de kokhausen. Ja, broer, je bent gewoon jaloers. Ik kan dat compleet belachelijk maken.